Henk, de beslissing is gevallen. Blij mee? Ja, ik ben blij dat ik denk ook doorpakken, want dat verdient de club. En niet dat ik wegga hoor, of dat ik weg wil. Maar wel dat er duidelijkheid komt voor iedereen, voor mijn supporters, maar ook voor de mensen die ook binnen de club en vooral ook voor mijn spelers. Wat heb je afgelopen weekend besproken met je vrouw? Nou, ik was er natuurlijk al heel snel uit. Alleen omdat je bij zo'n geweldige club zit, is het lastig. En nou ja, dat hebben we dit weekend doorgepakt. Toen heb je die beslissing gemaakt. Valt er dan een... is er opluchting? Ja, gek. Normaal ben ik heel emotioneel, maar dit is het enige wat ik kon doen, denk ik. En het was ook geen kijk, waarom ga je niet verhuizen? Ja, we hebben 4 kinderen. 2 studerende jongens die thuis wonen. Een kleintje, dat mannetje is vrij hoog begaafd. Dat had hij niet van mij hoor, maar van Diana. En dus die moet je niet uit een omgeving weghalen. En daar was er geen optie. Dus nou ja, dan kom je bij dit uit. Je zegt, dan was die keuze al vrij snel gemaakt. Dus het was achteraf niet zo heel moeilijk voor je, gezien de thuissituatie, wat ook logisch is. Nee, het was qua thuissituatie niet moeilijk, maar qua club wel. Je wordt hier niet zomaar weer trainer bij zo'n prachtige club. Dus dat en de reacties van de mensen, dat speelt natuurlijk wel mee. Alleen op een gegeven moment moet ik daar wel doorheen denken en dat heb ik gedaan. En dan moet ik doorpakken, want je moet geen mensen voor de gek houden. Wat voor reacties heb je gehad? Ja, het is net bekend, hè? Jullie zijn er als een gek heen gevlogen. Ik moet nu snel het sportcentrum in. We hebben een bijeenkomst met alle trainers etcetera van Nederland. Maar toch, de telefoon die heeft niet stilgestaan. Ik kan niet eens lezen hoe snel dat gaat, dus daar heb ik nog geen tijd voor. En nu, je moet die club achter je laten. Doet ook wel pijn. Ja man, maar eerst één ding, we moeten erin blijven. Dus pijn telt niet en wat dan ook. Het gaat om dat we erin blijven en een feestje. En dan komt een nieuwe trainer en dan gaan we met z'n allen achter staan. Je zegt ook, we moeten erin blijven. Je blijft natuurlijk je vol inzetten nu. Natuurlijk man, daar hoeft niemand over in te zetten. Dan kennen ze mij dan niet. Nee, er zal niemand meer wat aan merken aan mij. En dat is nu genomen en morgen is het eventjes nog. En dan gaat alles op Heerenveen. Tot slot, ik hoorde net, je zei, ik hoop misschien ooit nog terug te keren bij deze club. Ja toch. Ik hoop in de toekomst. Hè. Alles normaliseert, de kinderen gaan straks worden groter. En dan is het ook makkelijker om te verhuizen. En ik hoop dat ik ooit een keer terug mag komen, ooit hoor. En als het niet wil, ook niet. Maar het is wel iets wat ik, waar je niet zomaar weer meemaakt. Tot slot, we nu hopen dat je in de buurt een mooie nieuwe club kan vinden. Ja, dat hoop ik. En anders ga ik bij mijn broertje aan het werk in het sportcentrum. En, dus dat zien we wel.